Ja, Twin Bijlenveld, wat een knotsgekke wedstrijd. Ja, vooral het einde natuurlijk. Er komt zo'n ontlading los, dan dat wil je niet weten. Emme was eigenlijk al een groot gedeelte van de wedstrijd aan het tijdrekken. En ja, dit was een beetje de straf, hè, denk ik, voor ze. Dat jullie dan toch twee keer scoren. Nou ja, dat hebben zij ook alleen maar goed gedaan, denk ik. Ik denk dat wij de eerste helft hadden wat eigenlijk al moeten, verder moeten uitlopen. Krijgen we die 1-1 op het vlak voor rust tegen. Tweede helft komen we redelijk goed uit de startblokken, maar daarna valt het weg, zijn wat slordig. Dus dan maakt zij die 2-1 en dan werd het nog onrustiger, waren we iets te gehaast. Omdat we het gevoel hadden dat we het al hadden moeten afmaken, denk ik. En het ging wat van bank spelen en het viel twee keer goed. Ja, en dan wisten jullie in de rust al wat de stand tegen Willem II tegen ADO was? Nee, we waren eigenlijk met onszelf bezig, want we hadden net die 1-1 tegen gehad. Dus het was vooral zelf zorgen dat we het vertrouwen bleven houden, want zo slecht was die eerste helft niet. Dus we waren eigenlijk alleen daarmee bezig. De rest, bewust dus, eigenlijk. Ja, nee, dat is, de tweede helft kan nog alles bij hun gebeuren, dus daar heb je geen invloed op. En dan ga je dus, je scoort zelf, 2 minuten daarna valt de tegengoal en dan ga je de rust in. En dan denk je van, we gaan het afmaken, want kansen genoeg natuurlijk. Aan beide kanten overigens, maar... Ja, ik denk dat we gewoon wel, de eerste helft konden wel vertrouwen uitputten uit hoe we speelden. Dat we hun helemaal terug konden drukken op hun eigen helft. Dus we hebben gewoon gezegd, dat moeten we tweede helft ook doen. Ik denk dat niet goed genoeg gelukt is. Dat we iets te slordig waren. En het hoeft niet altijd mooi, gelukkig. Ja. En dan komen de wissels. Eerst de wissels van Emmen en die scoren dan gelijk. Jullie blijven wisselen op een gegeven moment. En dan staat het 1-2. En dan weet je dat er nog 6 minuten zijn. En dan? Ja, pompen of verzuipen, noem je dat. Dus alle spitsen die je hebt erin en de verdedigers eruit. Keeper, die kwam ook nog mee naar voren op een gegeven moment. Valt. Dus vaak zie je dan dat het niet lukt. Alleen vandaag zat het wel mee voor ons. Ja, want het maakt een verschil, hè? Want dan was je derde geworden. Nu sta je weer tweede. Ik bedoel, de ambities die jullie hebben, is dit toch wel heel fijn? Ja, tuurlijk. Het zijn nog 12 potjes. En, je weet hoe dichter bij het einde komt, hoe spannender het wordt. Je weet ook dat deze competitie knotsgek is. Dus iedereen kan van iedereen winnen, verliezen. Dus we wisten dat ze de concurrenten tegen elkaar moesten. Dus dat is al te lekker dat je dan 3 puntjes pakt. Moeten jullie volgende week zelf naar Willem II? Dit is natuurlijk een opsteker. Oh ja, dat is wel weer een wedstrijd op zich. En wel een hele mooie wedstrijd. Dus ik denk dat we allemaal er heel erg naar uitkijken om daar te mogen voetballen. Ja. En het stadion ploft daar, dus geeft dat dan wel een boost als je weet dat al die mensen achter jullie staan? Ja, tuurlijk, je voelde het ook. Die gasten, het hele stadion ging niet bij de pakken neerzitten bij die 2-1. Je voelde wel die energie die ze blijven geven. Dus je zag ook Boyd, kwam nog helemaal op. Ja, en ik was ook daar, dus je zag iedereen wilde naar voren. Dus die energie voelde je wel, dat was wel fijn.